Ich, der Schwalenberger Nachtwächter, möchte Sie herzlich in Chida Schwalenberg begrüßen. Gehen Sie mit mir auf eine spannende Reise und lassen Sie sich auf Kunst, Kultur und Natur in Hülle und Fülle ein. Droom bij een rondgang met de nachtwaker door de schilderachtige straatjes van de oude binnenstad van Schwalenberg van lang geleden tijden en luister naar het van ouds bekende lied. Bewaar het vuur en kaarslicht wel. Geniet van het historische vakwerk tijdens een rondleiding in oude Schwalenbergse klederdracht of tijdens een actieve rondgang met de Segway. Afgezien van de spannende stadsgeschiedenis, leert u nog de een of andere anekdote uit het leven van de burgers kennen die in geen reisgids te vinden is. De papiermolen Pleuger in Schriedel is een van de belangrijkste technische culturele monumenten in Noord-Rijn-Westfalen. De molen dateert van 1703 en toont op 22 taferelen 300 jaar papierproductie van geschept papier tot de huidige papierindustrie. Honderd jaar geleden bouwden de vorsten van Lippe het slot Schieder als zomerresidentie. In het zuiden lieten ze een baroktuin aanleggen, waar zich in het noorden een Engelse landschaptuin bij aansluit. Deze strekt zich uit tot het Schiedermeer. Beweging aan de frisse lucht zorgt voor honger. Geniet van onze gastronomie, die voor iedere smaak het juiste aanbiedt. Onze gastronomen heten u in ieder seizoen hartelijk welkom. Een landschap rijk aan belevenissen en afwisseling, met veel heerlijke vergezichten, nodigt uit om te wandelen en te ontspannen. Stadswater dat bergop lijkt te stromen. Een technisch meesterlijke prestatie van drinkwaterverzorging in de middeleeuwen. Spannende natuurbelevenissen zijn in het natuurreservaat Schwalenberger Wald gegarandeerd. De Himmelsteig biedt amfibieën, vooral de bedreigde kamsalamander, een ideaal paringsgebied. Kalenbergtoren hebben de vorsten van Lippe in 1840 als uitzichttoren opgericht. Ook vandaag nog heeft men vanaf hier een heerlijk uitzicht. In de voormalige kunstenaarskolonie Schwalenberg nemen kunst en traditie een belangrijke plaats in. Het evenement Schiederzee in Vlammen trekt ieder jaar duizenden bezoekers.
Wij verheugen ons op uw bezoek.